Oké, dus ik ga gewoon snel even een mail doen, de betalingen. Mails niks. Dus doe gewoon de betalingen en dan misschien twee maxi. Je moet gewoon even kijken. Of je met de juiste rekening betaalt. Ja. Alright, dat is goed. Dan vertrekken we. Bayana. Foxy. Ik zou gewoon eerst niet te veel nadenken en leggen en dan jongleren. Dan zat ze nog op de Mode Academie. Laureate Antwerpse Academie. Ja. Oké, goed. Maar dan moeten we nog niet op de millimeter juist zijn, want we moeten ze nog plakken. Hè. Ons mama, haar privé en haar werk, dacht dat liep allemaal in elkaar. Dus voor ons is dat meer dan een mama te hebben dat modeontwerp deed en schildert. Dus voor ons lijkt dat zo, ja, ook een evidentie dat we dat levenswerk verder zetten. En dat is zo. Ja, een tweede natuur voor ons geworden nu ook. Ze willen gewoon door. Ja. Ik zag ook niemand anders na het overlijden van ons man willen die zaak overnemen. En dat was zo een evidentie. Het was een boekhouder zo van, ja, wat ga je nu doen? Want ja, je moet nu successierechten betalen op je zaak. Ofwel, dan moet je minimum 3 jaar doordoen. Ik zeg, ja, minimum 3 jaar, zeker. Oh, die moeten erbij. Ja, die is fantastisch. Die is prachtig gewoon. Maar Becky, we hebben nog echt veel te veel. Vlaamse mode voor over Parijs. Dat ze ondernemer van het jaar was. Dat is echt wel iets om fier op te zijn. Een vrouwenzaak. Kathleen Werk, zelfstandige ondernemers, 1996. Ze zeggen heel vaak van creatievelingen dat die niet echt goed zijn. Maar we proberen het tegendeel ervan te bewijzen. Dat wel lukt. Ik denk dat deze de mooiste job is dat we kunnen hebben. Toen ik 10 jaar was, dan vroeg ze mij, wat wil jij later? Dan zeg ik gewoon, zelfstandige. Ik wist dat altijd al, maar de vraag was hoe en wat. En deze had ik niet verwacht, maar het zal dan toch iets zijn geweest. Tussen onze twee grote pijlers nu, hè, want dat verandert natuurlijk constant, is een tribute voor ons mama. Dat is een 22e en 23e en dat is binnen 2 weken al. En dat is echt nog gigantisch veel werk voor. En dan hebben we onze trouw- en avondcollectie, de Heaven, waar dat we nu de productie van moeten opstarten. En dan verder hebben we nog verschillende projecten waar we nog mee werken, waar mama al mee werkte en dat we verder de opvolging helemaal van moeten doen. Maar onze twee belangrijkste pijlers zijn zeker de tribute en de Heaven collectie. Ja. Hallo, mijn Epiphany. Ah, hallo, dag Graf. En heb je goed nieuws voor ons? Ah ja, maar dan niet, hè. Als we die groene er niet bij krijgen, Raf, dan mag ik ook tegen hun zeggen dat ze nog 2500 rode bekers mogen bijdrukken. Zo, want dan doe ik er niet aan mee. Maar dat is echt een onnozeliteit. Allee, als ze hier een rode jurk bestellen en we geven die in het groene, dan zeggen ja, maar sorry, madame, maar je gaat toch moeten betalen. Wat is dat nu voor iets? Alright. Echt een dikke merci, Raf. Zal ik eens eraan. Bye bye. We hebben gepersonaliseerde bekers laten drukken eigenlijk. Met mama haar logo en een super schoon tekening. En dat gaat echt prachtig zijn. En we hebben die laten drukken. Die moesten in het rood zijn. En ze hebben die in het groen gedrukt. hoe dat je dat doet, vraag het mij niet, maar bon. Dus dat is in het groen gedrukt. Dus wij hebben voorgesteld van, zie kijk, we zullen wat meedoen in die fout. En we zullen de 11 groene bekers nemen, de 11 rode. Maar dan de overschot van die groene bekers geeft hij dan aan ons. En nu zijn ze daar moeilijk over aan het doen. Dus dan hebben wij zoiets van, ja, pak ze maar allemaal terug in het rood. Dat is toch een mooie gulden middenweg. Overlopen. Ja. Onze website. Dat we zien hoe je daarin doet.
binnen. En de hockey kan Red Bull beginnen omdat hij maar zo rap mogelijk binnen moet. Er is geen deadline gezegd, want we wisten al dat vandaag allemaal buiten kan. We zijn absent hier 9 maanden geleden gestart. Dat was een goed begin voor ons om een beetje de kosten te drukken enerzijds. En anderzijds was het heel plezant met al 3 vrienden onder 1 dak. Dat was echt top. We zijn eigenlijk gekomen. Ja, jullie zijn eerst een tijdje samen geweest. Nee, maar het is iets mooi gevloeid. Dus eigenlijk, we hebben samen gestudeerd en vermits dat elk van ons wel een beetje het idee had om eigenlijk een eigen zaak te starten en iets unieks te maken in de creatieve sector. Toen we dan besloten om eigenlijk niet te veel erover na te denken en gewoon echt proberen een businessmodel uit te bouwen en er direct in aan te starten. En dan hebben wij in de zomervakantie onze zaak begonnen en zo zijn we dan direct opgestart. Dat is een goede test, hè? Ja. Absent met Matthias. Hij sende een mail achter de meeting last time. Tegen wanneer is dat? Ik bedoel, met de mail die je gestuurd hebt. Ja, ik ken die foto wat groter nog. En dat was, welk materiaal was dat dan juist? Nee. Ja, exact. Wanneer was het juist dat die normaal gezien zou aankomen? Daar, binnenkort. Wanneer ze vragen wat dat Absint is of wat wij doen, kom je niet altijd weg met te zeggen we zijn een innovatiebureau. En dus dan moeten we zelf ook al eens goed denken hoe verwoorden we dat nu het best, want we doen veel. Maar globaal gezien kan je stellen wanneer bedrijven willen innoveren, dat wij met hun zoeken naar een goede oplossing en er ook voor zorgen dat die wordt uitgevoerd. Als je nu klikt op die afbeelding, kun je nog 2 keer doorklikken dat die groter wordt, nee, maar dat is echt totaal niet nodig. Ah, we kunnen dat afzetten. Hè. Je moet er ook uit die foto. Maar dan moeten we voor elke opdracht nog tekst krijgen. Ja, ik zal er gaan dat eens verdelen. Ja. We gaan binnenkort verhuizen. En dat is eigenlijk ideaal, want dan kunnen we onze klanten professioneler ontvangen. Is alles tip-top in orde. En dan is het gewoon groter, bigger and better. En om dat in orde te krijgen, moeten we dus onze huisstijl verbeteren, website opnieuw lanceren enzovoort. En ja, dat gaat echt wel een boom erop zijn. Er zijn 4 tickets bij. Ja? Ja. Ik heb net gecheckt en er zijn van gisteravond tot nu 4 tickets meer verkocht. Voor een tribute. Een beetje opvolgen, hè, hoe dat gaat met de voorverkoop. Het is een beetje spannend natuurlijk. Hè. Het idee is ontstaan eigenlijk omdat we echt iets wilden doen om ons mama te eren. Hè. Dus eigenlijk is het niet echt een commercieel gegeven, maar om dat te verwezenlijken moeten we daar wel in investeren. Dus het is, sowieso is het altijd een risico, omdat je sowieso moet zien dat je uit de kosten komt, want anders maak je putten voor eigenlijk de andere dingen die je wilt doen. Dus dat is wel spannend, want dat moet goed zijn. Dat moet goed zijn. Ik slaap nog echt een keigoed, hè. Van de nacht, ja, dat weet je zo. Van de nacht heb ik weer al wakker gelegen. Hè. Als een doorloop van een tribute aan toen in mijn hoofd, de ganse nacht. Ja, ik ben een nieuw tijd. Ja, ook wel. Vind je niet vergeten dat je computer niet meer? Een tablet. Wat gaan we daarmee doen? Oh. Mij mag dat weg. Ja, dat is de buur. Dan kunnen we dat. Ja, dat is goed. Pak het dan mee, hè. Dan, Ja, de fles heb je. En niet te vergeten dat nog iemand die zich verstopt heeft achter de kast. Ja. Dat is een beetje van haar de troon gevallen, maar die hebben we toch niet vergeten. Ja. Die is erbij van in het begin ook, dus daar kunnen we niet zomaar afstand van nemen, denk ik. Ik was met mijn vriendin in Brugge en wij zagen dat schilderij, die foto in een winkel. En dat was te koop. Van 5 euro en ik dacht, ik ben er op even 5 euro, dat moet je meepakken. Dus ik heb dat meegebracht als verrassing voor de anderen. Dat is het bordje weghalen, hè? Doen.
We gaan het doen. Kom vooral toch. Alvast bedankt. Nu de eer. Voilà. Voilà. Zo. Dit is officieel. Ja. Alsjeblieft, feliciteren. Alvast bedankt met je felicitaties. Het grote verschil tussen Absinthe en andere bureaus in onze sector is dat wij het totale verhaal van innovatie proberen te belichten. Dus echt van mijn strategie in een bedrijf tot en met de laatste vijs in een product en het effectieve gebruik door de consument. Dus we gaan echt van A tot Z in het hele verhaal. En expertise die we niet in huis hebben, zoeken we niet op het internet. Maar halen we echt bij externen die ons erin ondersteunen. Dus een klant moet niet naar 3 verschillende adressen gaan. Nee, dat is allemaal bij ons, bij Absinthe. Absinthe, de site. Die is nu overgezet, hè? Dus ja, als je nu iets aanpast, moet je eigenlijk niet meer... Bij ons adres staan op spel. Ja. Niet meer aanpassen, hè? Nee, want het is nu dat overgezet. Oké. Nu handen weg van de computer. De Facebook staat hier ook klaar. En ze is op bruin, als je een groen hebt. Ik heb een zon gezeten, hoor. Echt? Ja. En je weekend niks gedaan? Niks gedaan. Nee, enkel zondag. Maximaal een zondag. Zondag, hè? Ja. Dat is even tussen ons, ja. Ja. Merci om te helpen. Okay. Foxy, kom hier. Not seeing is your fault, although you could have done more. Oh god. Eventjes grote dagjes, omdat we weinig tijd hebben gehad de laatste tijd. Dus nu alles samen. En dat is een beetje proper. Voor het repeat ook. Yes. Je ziet hoeveel feestjes dat we doen. If you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you? Onder het motto, geef ons geen geluk. Ja, aan mij. I'm beginning to be an optimist about this. We doen alles zelf. Maar wij hebben veel hulp en zo, hè. Maar het is niet dat we bepaalde dingen aan andere mensen gaan vragen of zo. We doen alles. Nee, hè. En aan de ene kant hebben we heel veel schoonheid gezien in ons leven, maar aan de andere kant moeten ze toch altijd goed werken. En we zijn nooit als prinsessen opgevoed geweest of zo. Oeh, maar Becky! Oh, maar ja, echt! Het is echt neig. Oh. Wacht, maar Simon, ik zou... Ah ja. We zullen gewoon... Duwen. Ah, ja. Wow, lastig. Ambiance. Dat is fashion en glamour. Ons leven, hè, vandaag. Mijn richting is dus eigenlijk bedrijfskunde. En het tweede semester bestond vooral uit een project. Wat hield dat in? We moesten zelf een product ontwerpen, een businessplan opstellen. Dan moesten we dat zelf gaan produceren als product, op de markt brengen, gaan verkopen. We moesten dan ook wat winst maken, want dat is echt wel een onderneming. En we hebben een product ontworpen om u gemakkelijker uw bed te kunnen opdekken. Omdat heel veel mensen daar toch wel een probleem mee hebben om dus eigenlijk de dons in de overtrek te steken. Mensen staan er dan altijd te schudden en dat hebben we eigenlijk willen vermijden. Dus het is eigenlijk een heel gemakkelijk tool om gewoon de punten erin te steken in je overtrek. En dan kun je eigenlijk gewoon zo de overtrek naar beneden trekken. Vandaag komt eigenlijk al het werk samen.
Vandaag hebben we een presentatie voor 11 juryleden. Dat is eigenlijk de dekker bij het voorstellen en welke facetten dat we allemaal dit jaar gedaan hebben. En op het einde heeft ieder 10 minuten vragen dan weer. Ik ben ook eens nog eens het businessplan aan het nalezen. Alle vragen zullen eigenlijk uit het businessplan komen. Everybody get up. Bedrag waar je gewonnen hebt. Hè? Ja, ja. Allee, Jonas, zijn daar klaar voor? Nee, echt niet. Zie dat je de tekst kent. In principe, als je een goede presentatie maakt en je ziet dat je daar alles in steekt, ja. Probeer zoveel mogelijk in de presentatie te zeggen. Hè? Maar hoe meer je zegt in de presentatie, hoe moeilijker vragen ze er als ze nadien gaan stellen. En Jonas, heb je dat zo al eens bekeken? Ja. Ja, weet je, ze gaan gewoon één keer vragen of één keer zien of dat je er iets van weet. Als ze weten dat je er iets van weet, dan gaan ze daar voort. Maar het is geen nekparty, hè. Pas op, vorig jaar op mijn eindwerk hebben ze mij toch serieus op de net gehaald. Dat is gewoon een derde. Goedemorgen. Ben je klaar? En? Tekstje goed ingeoefend? Financieel plan? Het zit logisch in elkaar, hè. Dus... Ja. Alles zit logisch in elkaar, hè? Ja, goeie namiddag, Ines. U spreekt me van de Raag en Epiphanie, de jongste dochter van Kati Lee. 22 en 23 juni doen wij een tribute voor ons mama. En wij vroegen ons af of dat jullie daar misschien interesse in konden hebben om nog een soort van kleine aankondiging of een interview te doen. Super. Oké. Okay. Alleszins heel erg bedankt. En misschien tot snel dan. Hè. Je kunt iets prachtig maken, maar als mensen er niks van weten, dan heeft dat uiteindelijk geen nut. En we hebben heel veel geluk dat wij altijd heel toffe contacten hebben gehad met pers en dat er altijd heel schone dingen worden rondgemaakt, waardoor dat de mensen het ook weten. Hallo, met Epiphanie. Oh, super. Ik ga even een agenda pakken om zeker te zijn. Ja, voor ons gaat dat. Oké, dankjewel. Heel erg bedankt. Ja, Radio 2, ze komen. Voormiddagpost. Voormiddagpost. Super. En wat was er dan nog? Moeten we het geld van de bank gaan ophalen. Wisselgeld voor de kassas. En de 21ste komen ze piano leveren. De 21ste? Oh, het is allemaal... De 21ste komt Josan, komen de toiletten, komen de bekers. Komen. Dat is allemaal de 21ste. Ah ja, moeten we naar Gent gaan voeren. De grootste droom zou zijn om in alle grote hoofdsteden in de wereld in de conceptstore te hebben van Kati Lee. Waar dat complete wereld van, dat wij nu ook gaan creëren, dat de mensen binnenstappen en dat ze in die wereld terechtkomen. Dat zal de grote droom zijn. Zie, dat pakt niet, hè? Maar mama heeft alles geschilderd. Gewoon daarover klatschen. Dat ze daar gaan op kijken van hoe dat het eruit ziet, maar it's all in the details, hè. En nu kunnen dat ze nog een beetje doen en zo detailjes en zo, maar hoe dichter dat je komt, hoe meer dat je de details moet opzij plaatsen voor de grote dingen. Als mama was ook altijd heel perfectionistisch. Ik vind dat ook belangrijk is als je een mooi geheel wilt, dan moet elk klein detail maken. Ja, het beeld moet kloppen, hè. En dan zijn zelfs de vuilbakken belangrijk. Ze gaan nog van alles bewegen, dus we hebben wel er goede hoop in dat
dat de meeste mensen er toch van gaan weten. En dan, goed weer. Oh. Ja. Ik denk dat we toch nog eens een gebedje gaan moeten doen aan het kapelletje hier in Wasbeek. Ja, voor het goede weer te krijgen. Zijn wel blij voor ons, denk ik, dat we een nieuwe plek hebben. We werken veel, maar ze begrijpen dat wel en ze steunen ons er echt wel in. En de website staan online. We zullen eens kijken, man. Als we nu klikken, gaat hem online, man. Dat is een high refresh. Ja? Ja. Oeh, yeah! Ja, super. Wat is die? We zitten hier nu een week en alles is echt wel top. We hebben we amuseren ons goed en de website is gelanceerd. Hè. Dus de reacties waren echt wel heel goed. Heel veel mensen die dat, positieve reacties geven en dat is echt wel tof voor ons. Ja, we zijn druk bezig. Hè, met, we hebben een nieuw drankwerk binnen. Enerzijds, en dan zijn we ook aan een project bezig voor een vaste klant van ons. Dan zijn er nog een aantal confidentiële projecten waar we jammer genoeg niks over kunnen zeggen. Dat gebeurt wel vaker binnen onze sector. Maar dat is, het kon niet beter gaan. Hé, hey, ik zit hierin, hè. Wiet guy. U bent een van de studenten die hier doorstarten. Ja. Hoe ga je het concreet verder aanpakken? Oh, ik doe die deur toe. Oh. Een kwartiertje. Maar uiteindelijk kan iedereen dat toch naar alleen gaan maken. Dat goed. Ik heb nog veel leren van de vorige generatie.